Maatschappijlid 2. Thema werk. Hoofdstuk 2. Waarom werken we? Iedereen aan het werk. Werk is zowel een recht als een plicht. Het recht is dat de regering zijn best moet doen om te zorgen voor voldoende werk voor de mensen die kunnen en willen werken. Maar de plicht is dat je ook vaak moet werken voor je geld en dat het ook heel belangrijk is voor de economie van een land. De behoeften van de mens. De Amerikaanse psycholoog Maslow heeft ooit 5 basisbehoeften bedacht. Onderaan staan je eerste levensbehoeften. Je moet dan denken eten, drinken, kleding en een huis. Daarboven komt veiligheid en zekerheid. Dan je sociale behoeften, zoals de behoefte om bij een groep te horen. Dan krijg je de behoefte aan erkenning en waardering. Een schouderklopje op zijn tijd bijvoorbeeld. En tenslotte bovenaan de behoefte op zelfontwikkeling. Om jezelf te ontwikkelen in iets waar je heel goed in bent. Werk is iets wat daar uitstekend bij helpt. De basisbehoefte van werk is eigenlijk geld. Waarmee je dan weer eten en drinken kan kopen. Maar werk biedt veel meer. Het biedt bijvoorbeeld, als je een vaste baan hebt, ook zekerheid. En daardoor kun je misschien wel een huis gaan kopen. Wat dan weer veiligheid en zekerheid oplevert. En als je werkt, hoor je vaak ook bij een bepaalde groep. Je collega's zijn erg belangrijk in je leven en helpen je het gevoel te geven ergens bij te horen. Zeker na je schooltijd. En op het werk krijg je vaak ook waardering. Denk maar eens bijvoorbeeld aan een kerstpakket, wat eigenlijk gewoon een teken van waardering is. En tenslotte helpt werk je ook om doelen te bereiken. Bijvoorbeeld om de top te bereiken in een bepaalde bedrijfstak. Of een eigen bedrijf hebben of topvoetballer worden. Kortom, werk is meer dan alleen maar wat geld bij elkaar harken.